De NDP heeft graag dat de regering de alternatieve geneeswijze niet uitsluit bij de bestrijding van het COVID-19-virus. Tijdens een vandaag gehouden persconferentie hebben diverse partijleden aangegeven dat de regering een betere COVID-19-beleid moet voeren. NDP-ondervoorzitter Ashwin Adin vindt dat de voorlichting over alternatieve geneeswijzen moet worden opgevoerd. Praat met die mensen, wat kan er? We zijn bijna in code zwart mensen, misschien is het nog niet aangekondigd. Maar dan gaat u alles moeten gebruiken wat u heeft. Nou, we weten van natuurlijke middelen dat ze niet zoveel grote problemen hebben, we zijn geen deskundigen erin. Maar alles wat je mogelijk hebt begeleiden staat en niet uitsluiten. We hebben een handhavingsprobleem gezien de afgelopen periode. Geen wonder dat het uit allerlei superspreading met feestjes uitvaart. Ook bijeenkomsten politiek. Wij vragen dat je dat echt achterwege laat als je dus gaat. En je ziet een talmende, een terughoudende politie. Waar als de top zelf zich niet correct gedraagt, met welk gezicht gaat de politie nou handhaven? Begrijpen dat dat ook heel moeilijk wordt. Partijtopper en medicus Humphrey Hasrat gelooft dat in diverse landen, zoals de Verenigde Staten, India en Brazilië, het COVID-virus uit de hand is gelopen door gebrek aan of een verkeerde politieke visie van regeringsleiders. Of dit ook in Suriname gebeurt, kan Hasrat niet zeggen. Ik kan en ik mag op dit moment, wat Suriname betreft, die conclusie nog niet trekken. Het is een te klein land, we kennen te veel mensen hier, ook in de politiek. Ik weiger voorlopig alsnog aan te nemen dat het een welbewust politiek besluit is om COVID uit de hand te laten lopen. En ik hoop niet dat de uitspraak die ik een jaar geleden hier gedaan heb in een virtuele massameeting, dat if we look boom, wordt dit in een film. En dat geeft een laatste gevecht in being. En min of meer dit in een film, daarom mikonja taki, dat we allemaal aan moeten gaan doen. En dan. De NDP-fractie heeft een schrijven gestuurd naar DNA-voorzitter voor het houden van een openbare vergadering om de situatie te bespreken. Gezien de alarmerende situatie in de ziekenhuizen heeft de regering een interventie gepleegd van 25 miljoen Surinaamse dollar voor zorginstellingen. Het hoogste bedrag van ruim 8 miljoen SRD gaat naar het Academisch Ziekenhuis, terwijl de Stichting Jeugd aan Verzorging gesteund wordt met 800.000 SRD. Alle ziekenhuizen hebben ondersteuning ontvangen van de overheid.